En bij mij in de studio, Robrecht Botuinen van CD&V. We gaan het met u hebben over de waterfactuur. Want de vraag is, is er wel reden tot juichen? Het aantal afsluitingen met water is dan wel met de helft gedaald. Maar het aantal afbetalingsplannen is dan weer verdubbeld. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het probleem, verleggen. Ja, er zijn bijna 60.000 gezinnen die vorig jaar gevraagd hebben om een afbetalingsplan te krijgen om een waterfactuur te betalen. Dus dat duidt wel degelijk op een probleem voor veel Vlaamse gezinnen. Zijn de facturen soms te hoog? En dat gaat niet alleen over water, dat gaat ook over energie en andere voorzieningen. Er is een armoedeproblematiek in dit land en die moeten we ook aanpakken. Hetzelfde geldt dus ook voor de watersector. Ook daar moet die problematiek aangepakt worden. Er is al een goed systeem waarbij in de waterfactuur bijvoorbeeld sociale correcties zijn voorzien, correcties voor gezinnen zijn voorzien. Maar er is een evaluatie op tafel van die waterfactuur en aan de hand daarvan moeten we een en ander kunnen bijstellen. Ja, armoede zegt u en correcties. Het probleem zit vooral bij singles en ouderen. Moet daar een korting komen voor senioren en die singles? Wel, er zijn een aantal doelgroepen die duidelijk problemen hebben. Niet alleen singles en ouderen, maar ook grotere gezinnen bijvoorbeeld hebben soms problemen. Er zijn ook andere problemen met lekken die leiden tot hoge facturen. Dat zijn allemaal zaken die we moeten aanpakken. De evaluatie ligt op tafel en het gesprek moet gevoerd worden. Ja. En we zijn blij dat minister De Meer vandaag ook heeft aangekondigd dat ze mee wil gaan in het inperken van het aantal afsluitingen. Zelfs liefst vooral geen afsluitingen meer wil hebben. En geen afsluitingen, zegt u dat ook? Want u zei in de commissie, er moet nog altijd een stok achter de deur blijven bestaan om wanbetalers aan te pakken. Wat zegt u dan eigenlijk? Wel, water is een basisvoorziening. Hè. We willen die basisvoorziening ook effectief voor iedereen in stand houden op elk moment. Maar water heeft ook een kostprijs. En het kan niet de bedoeling zijn dat mensen zich moedwillig gaan terugtrekken en hun factuur niet gaan betalen. Dat verbruik moet op een of andere manier vergoed worden. Dus mensen moeten afgesloten kunnen worden van water, zegt u? Nee, afbetalingsplannen moeten strikt opgevolgd worden. In het kader van de lokale adviescommissies die daarvoor zijn opgericht, moet de dialoog met die mensen gevoerd worden en moet op die manier ook de druk erop gehouden worden dat de factuur uiteindelijk betaald wordt, dat de schulden niet naar anderen worden doorgeschoven. Ja. En moeten we ook evolueren naar een uniform watertarief? Want het is toch absurd dat de prijs van het water afhangt van waar je woont. Wel, er zijn op dit moment 8 watermaatschappijen actief in Vlaanderen. Vroeger waren er nog heel veel meer en dat is uiteindelijk gegroeid vanuit de lokale bevoegdheid. Elk lokaal bestuur had zijn watermaatschappij op een bepaald moment. Ik denk dat we daar verder moeten ingaan, naar nationalisatie. We hebben in de energiesector nu 1 distributienetbeheerder, Fluvius, die voor heel Vlaanderen werkt. Ik denk dat we ook voor de watersector ook dat debat moeten gaan voeren met alle lokale besturen om te komen tot 1 operator in Vlaanderen. Ja, nationalisatie zegt u, dus niet evolueren naar een vrije markt. Wel, ik denk dat de watervoorziening iets is dat een basisvoorziening is voor onze gezinnen, voor bedrijven, voor KMO's. En ik denk dat het goed is dat de lokale besturen die rol historisch hebben opgenomen, verder die rol gaan opnemen. En ze hebben die verantwoordelijkheid genomen. Ze doen het ook goed. We hebben proper drinkwater in dit land. We hebben een heel uitgebreid distributienet voor water in dit land. Dat is uitgebouwd aan de hand van de intercommunales in handen van de lokale besturen. Daarop moeten we verder bouwen. Ja. En is het antwoord eigenlijk niet simpel? Want ik hoor toch in de commissie dat er een consensus is om zo weinig mogelijk mensen af te sluiten van drinkwater. Of geen mensen meer af te sluiten. Moet de prijs van het water dan niet gewoon dalen, zoals PvdA oppert? Wel, er bestaat niet zoiets als gratis water. Er zijn mensen die daarvoor gaan pleiten. Water heeft een kostprijs. Zowel het zuiveren van het water, het transporteren van het water. Het hele systeem heeft een kostprijs en die moet ook doorgerekend worden. En we gebruiken daarvoor het principe van de vervuiler betaalt. Het lijkt mij logisch dat mensen die een zwembad vullen met drinkwater meer gaan betalen dan mensen die enkel voor hun eigen basisvoorzieningen water gaan gebruiken. Dat lijkt mij fair. En ik denk dat de collega's van de PvdA zich daar misschien ook wel zullen kunnen bij aansluiten. Ja. En een budgetmeter zit daar nog? Daar is eigenlijk weinig over gesproken in de commissie. Wel slimme meter, slimme watermeter. Wat is het verschil? Ja, wel, als we gaan naar een uitrol van slimme watermeters, waarmee we dus van op afstand het verbruik in de gaten kunnen houden, om op die manier ook lekken vroegtijdig te gaan detecteren, waterverspilling tegen te gaan, dan kan je daar ook een budgetmeterfunctie gaan inbouwen, zodat we eigenlijk de waterfactuur van de gezinnen op die manier onder controle kunnen houden. En
opstapelende schulden kunnen gaan vermijden. Ja. Dus de minister heeft gezegd dat ze een uitrol voorstaat van die slimme meters. Ik denk dat zo'n budgetmeterfunctie in de watermeter ook effectief nuttig kan en moet zijn. En water moet dus in handen blijven van de overheid, zegt u, en zeker niet evalueren naar een vrije markt. Wel, er zijn uiteraard marktspelers en als het gaat over drinkwater op flessen of op andere manieren van transport. Maar als het gaat over water uit de kraan, dan lijkt het ons logisch dat dat in handen blijft van de overheid om op die manier die basisvoorziening te garanderen op elk moment. Oké, dankjewel, Robrecht Potuinen.